Ik ben vandaag in Nijkerk, bij Hengelsportcentrum Nijkerk en dat doe ik natuurlijk niet voor niks. Ik krijg in het kader van Weeswijze heb Gijs nogal eens wat vragen toegestuurd. Een van de vragen die ik toegestuurd heb gekregen was van Mike Derksen die op zoek is naar een nieuwe feederhengel voor het vissen op Nederlandse kanalen. Dus ik ga eens naar binnen om eens te kijken wat we hier nou precies kunnen vinden. Ik zie je zo binnen. Nou, het eerste waar je natuurlijk op moet letten als je op zoek bent naar een nieuwe feeder is hoeveel centjes er in die portemonnee zitten en hoeveel wil je er nou aan uitgeven. Tweede ding wat heel belangrijk is, is waar ga je hem voor gebruiken? Op wat voor water ga je vissen? Als je kiest voor die Nederlandse kanalen, nou dan is de ervaring dat de gemiddelde sportvisser, die gooit niet veel verder dan een meter of 40. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker. Nou, dan is het lastige natuurlijk, het is een prachtig verhaal. En vissen is geen wiskunde, maar ik ga toch proberen hem hier wat uit te leggen. Ik heb hier bijvoorbeeld een waar je op moet letten is de lengte van het handvat. En waar is die lengte van het handvat nou belangrijker? Belangrijk voor, hoe langer het handvat, hoe makkelijker jij kunt gooien, want des te verder je kunt gooien, want ik heb hier een Guru hengel of een Shimano stokje en ik pak er nog een van Guru bij en dan zie je dat je hier al een duidelijk verschil hebt tussen de lengtes van het handvat en dat is vaak bepalend voor hoe ver je kunt gooien. Dan is verder natuurlijk wel slim dat je een hengel hebt met body. Nou, de ene hengel heeft veel meer body dan de andere. Deze is wat soepeler en deze heeft duidelijk, dat voel ik dan, je voelt duidelijk een verschil tussen kwaliteit en carbon. En dat heeft vaak te maken met prijs, maar het heeft ook vaak te maken met wat voor soort hengel zoek je nou eigenlijk precies. Ik heb het al even aangeroerd, er zijn natuurlijk verschillende prijzen voor verschillende feeders. Betekent dat nou altijd dat een dure feeder automatisch beter is? Nou, vaak is het zo dat er wel een verschil zit in kwaliteit van carbon wat gebruikt is. Een duurdere feeder biedt je wel wat meer mogelijkheden dan over het algemeen een wat gunstiger geprijsde feeder. Dat betekent niet dan een voordelige feeder van rond de 7, 8 tientjes niet geschikt is voor datgene wat jij daarmee zou willen. Als jij gewoon op een kanaal wil gaan vissen waar niet te veel stroming staat, waar je niet te ver uit de kant gaat vissen, metertje tot 20 en 30, zijn dat perfecte hengels. Als je gaat voor wat zwaardere omstandigheden, dus waar wel stroming is, dan zou ik toch kiezen voor een kwalitatief wat betere hengel. En dan moet je al gauw denken aan een prijsrange van rond de €150, wat je kwijt bent voor zo'n stok. Nou, mijn originele vraag van Dirk was natuurlijk of dat een matrix hengel nou een goede keuze was van 10 voet. Daar kan ik eigenlijk geen specifiek antwoord op geven, omdat het helemaal afhankelijk is van de water waarin je dat ding gaat gebruiken. Wat ik je wel kan adviseren is ga naar een hengelsportwinkel toe die voldoende aanbod heeft en die voldoende productlijnen in huis heeft. En ga samen met die winkelier gewoon eens bekijken welke hengel nou het beste bij datgene past wat jij wil gaan doen. Ik hoop dat ik je voldoende heb kunnen helpen om je wat handvaten te geven waar je nou op moet letten als jij op zoek bent naar een nieuwe feederhengel. Heb jij nou vragen op hengelsportgebied, dan kun je me altijd een berichtje sturen. Wees wijs, app Gijs. En het zou best wel eens kunnen dat we in een volgend filmpje jouw vraag behandelen. Ik ga er vandoor, want ik moet ook nog een keer een visje vangen. Misschien zien we elkaar wel ergens aan de waterkant. Of anders wel weer ergens op Facebook in een van mijn filmpjes. Tot kijk.